ga toch even een heel klein stukje geschiedenis doen. De reden waarom 8 maart elk jaar Internationale Vrouwendag is, dat is omdat op die dag, weliswaar in 1908, vrouwen in New York voor het eerst in de geschiedenis het werk hebben neergelegd. En dat had te maken met de miserabele werkomstandigheden in de textielsector. Dat gezegd zijnde, dames, mevrouw van Doesburg, ik ga bij u beginnen, want ik ben een beetje blij dat u bent willen komen, want... Als ik zo nog eens door uw interviews ga van de afgelopen maanden en jaren, ik denk, zo'n dag kan u eigenlijk gestolen worden, nee? Oh, ik vind het vooral jammer dat het eigenlijk geen dag om te vieren is. Om te vieren dat, dat de emancipatie van de vrouw, van de Westerse vrouw, eigenlijk voltooid is. En dat we stilstaan bij hoe ver we gekomen zijn. Het is nog maar 75 jaar dat wij mogen stemmen in dit land. Dat is nog helemaal niet zo lang. En in de plaats daarvan is dat toch altijd een negatieve dag over alles wat er niet is en over alles wat er zou moeten zijn. En dat vind ik heel jammer. En ik word dan ook een beetje opstandig van de sfeerschepping die op zo'n dagen plaatsvindt. Ja, want u zegt eigenlijk, we zijn klaar met de strijd. Ja, kijk, u mag niks bijvoorbeeld in dit land dat ik ook niet mag. Wij mogen exact dezelfde dingen. En wij zijn wettelijk perfect gelijke van elkaar. En de rest, dat doe ik zelf wel. Ja. Pieke Purnell, wat ik net zei, je bent directeur van ROSA, hè? Dat is het VZW, Kenniscentrum voor Gender en Feminisme. Ja, klopt. De strijd is nog niet gestreden. Nee, ik zou het heel leuk vinden, want anders kon ik iets anders gaan doen. Naar de koers kijken, boekje lezen, radijsjes zaaien. Maar dat is niet zo. En het klopt natuurlijk wel wat mevrouw Van Doesburg zegt. Hè. Juridisch gezien zijn we heel erg gelijk. Hè. Is België een van de gelijkste landen ter wereld? Heel leuk, heel tof. Dus we zijn het erover eens dat zij alles mag wat ik ook mag. Juridisch gezien, ja, klopt dat, absoluut. Mm-hmm. Maar een samenleving is natuurlijk wel veel meer dan een wetboek. Hè, hoe wij met elkaar omgaan, hoe we ons op elkaar verhouden, welke kansen mensen krijgen, hoe ze verloond worden. Dat zijn dingen die niet allemaal wettelijk geregeld zijn, maar ook sociaal en cultureel. En daar is wel nog wat werk. Ik denk dat je vandaag, als je met jonge meisjes praat en je vraagt of zij zich veilig voelen op straat, dat het antwoord redelijk onthutsend zou kunnen zijn. Want de meesten zullen nee zeggen. Mm-hmm. Als we kijken naar de crisis in de kinderopvang, denk ik dat het een heel goed voorbeeld is van hoe vrouwen toch heel vaak in onderbetaalde en ondergewaardeerde sectoren werken. 98% van de kinderverzorgers zijn vrouwen. Hun arbeidsomstandigheden zijn niet om jaloers op te zijn. Je ziet daar een heel grote crisis en die heeft dan weer impact op de gezinnen. En wie blijft er dan eerst thuis, omdat de crèche dicht gaat of omdat er geen plaats is? Dat zijn dan toch weer in hoofdzaak moeders. Dus je kan niet beweren dat er niks meer te regelen valt. We zijn er nog niet en dat is best jammer. En zegt u dan, we komen niet gelijk aan de start? Of hoe moet je dat samenvatten, wat u nu benoemt? Het is complexer. Hè? Hoe waarderen we zorgarbeid, bijvoorbeeld? Dat vind ik een heel interessante vraag. Het is niet toevallig dat in de jaren 70 een van de eisen van de feministen was ook echt arbeid, zorg, zorgarbeid eigenlijk beter waarderen en beter verlonen. Ja, dat gebeurt nog altijd niet. Hè? Nog de betaalde zorg. Maar we zitten ook met crisis in die sector. Maar heeft dat met de sector te maken of met het feit het verschil tussen man en vrouw? Het heeft te maken met het feit dat je in een economisch systeem zit waarbinnen alles wat niet rechtstreeks productie tot gevolg heeft, gewoon niet gewaardeerd wordt en niet verloond wordt. Mm-hmm. Terwijl als je zorg wegneemt in de samenleving, zowel de betaalde als de onbetaalde zorg, dan stort je samenleving in. Zorgsector, veiligheid op straat. Ja, ik ben wat meer een oldschool feministe misschien. Voor mij is de essentie van feminisme is dat keuzevrijheid. Is dat je als vrouw zijnde alle keuzes kunt maken die je maar wil maken. En dat je je leven kunt inrichten zoals je dat zelf wil. Dat is voor mij echt de essentie. En vandaag is feminisme, ja, dat heeft dat slachtofferschap in zich. En het klein houden van vrouwen en hun toch maar vooral heel vaak zeggen dat ze het heel slecht hebben. En ik vind ook deeltijdswerk, vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Er wordt heel veel geïnsinueerd alsof dat vrouwen gedwongen worden tot deeltijds werken. Maar heel veel vrouwen willen deeltijds werken, omdat ze het gewoon fijn vinden om veel tijd met hun kinderen door te brengen. En ik zie daar veel minder een probleem in. U zegt ook de loonkloof heeft daarmee te maken, hè, dat veel vrouwen kiezen, of meer vrouwen dan mannen kiezen voor deeltijds werk. Maar je zegt, het wordt er deels door verklaard. Wat is dan de andere, resterende deel van de verklaring dat er een loonkloof bestaat? Als we het hebben over de loonkloof, of de mythe van de loonkloof, dan gaat het vaak over een keuzekloof. Dan gaat het over vrouwen die ervoor kiezen om deeltijds te werken. En wat mij betreft
doen heel veel vrouwen dat niet onder dwang. Maar doen ze dat omdat ze dat graag willen. Maar dat gaat ook over bepaalde sectoren die ze kiezen. Bijvoorbeeld de zachte sectoren die effectief minder betaald worden. Maar dat vind ik een heel ander debat. Gaat het over de zorgsector beter betalen? Of gaat het over discriminatie tussen mannen en vrouwen? Ik denk niet dat de zorgsector minder betaald is omdat daar vrouwen werken. Vrouwen kiezen wel vaker voor zachte sectoren. Vrouwen maken gewoon andere keuzes in het leven. Wat bedoel en dat je met de mythe van de loonkloof? Wel, omdat er eigenlijk, als je vandaag naar de cijfers kijkt, stond vandaag nog een artikel over dat de loonkloof eigenlijk niet meer bestaat. Er zijn natuurlijk wel verschillen in opleidingsniveau, in ervaring, in hoe lang dat iemand voor een bedrijf werkt, in welke functie dat die persoon werkt. Maar vaak wordt dat op één hoopje gegooid en dan worden de mensen die deeltijds werken samengerekend met de fulltime werkers, de stewardessen met de piloten, dat wordt allemaal op één hoop gegooid, daar wordt een gemiddelde van genomen en dan is er ineens een verrassend resultaat, zoals we vandaag hoorden op het vliegveld. Ja, vrouwen verdienen 40% minder dan mannen. Ja, dat is natuurlijk omdat je dat allemaal door elkaar gooit. Mm-hmm. En dan krijg je dat soort resultaten en dan maak je dus vrouwen iets wijs. En dat is zo'n mantra dat maar blijft herhaald worden. Loonkloof, dat vind ik heel kwalijk. Waar zo vaak mee geschermd wordt, die bestaat niet. Het ligt er maar aan hoe juridisch is er natuurlijk geen loonkloof. Je mag wettelijk mensen niet voor hetzelfde werk minder betalen. Dat is iets anders, maar feitelijk ook niet, begrijp ik. Ik spreek graag over een inkomenskloof. Bijvoorbeeld in België is de kloof tussen in pensioenen bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen bedraagt 25%. Als we de loonkloof bekijken als het inkomensverschil gemiddeld tussen mannen en vrouwen, spreken we over rond de 20%. En het klopt, wat mevrouw Van Doesburg zegt, dat heeft ook te maken, ook, met het feit dat zeer vrouwelijke sectoren vaak slechter betaald zijn. Maar ik wil het even terug hebben over die zogenaamde dwang om deeltijds te werken. Natuurlijk dwingt niemand jou om deeltijds te werken. Maar als je gaat bevragen waarom vrouwen deeltijds werken, dan blijkt wel dat een heel grote groep, tot meer dan een kwart, zegt dat het echt niet anders kan omdat zij zorg verlenen aan extra zorgbehoevende kinderen, maar ook aan zieke familieleden, hulpbehoevende ouders en zo verder. Daar zit heel veel mantelzorg achter. Om te zeggen dat dat een vrije keuze is, vind ik wel moeilijk. Want iemand moet wel voor die mensen zorgen. En als ik naar de wachtlijsten in onze zorg kijk, zal het daar ook niet van komen. Ja. Wat de pensioenen betreft, dat vind ik wel een heel interessante, omdat er effectief mensen, dat is niet per se mannen, dat kunnen mannen zijn of vrouwen, die deeltijds werken of die niet werken en thuis blijven voor de kinderen te zorgen, die bouwen uiteraard minder of geen pensioen op. Daarom ben ik een grote voorstander van de pensioensplit, waarbij dat je dus als koppel zijnde, stel je voor, ik werk deeltijds en u, mijn man, gaat fulltime werken, dat u dan uw pensioenopbouw deelt met mij. Zodat mochten wij ooit uit elkaar gaan, na pakweg 20 jaar, dat ik toch die 20 jaar een fatsoenlijk pensioen heb opgebouwd. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Dat heeft op zich niks te maken met mannen of vrouwen. In de feiten zijn het natuurlijk vaker vrouwen die thuis blijven. Maar dat vind ik wel een verschil wat je zeker moet aanpakken. Mijn partij heeft er een voorstel voor ingediend om die pensioensplit op die manier te organiseren. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen waar we over kunnen nadenken. Maar wat mij betreft kan dat ook zonder de dynamiek van man tegen vrouw daar telkens bij te betrekken. Dat zijn problemen die zowel mannen als vrouwen raken. Mm. Het is ook niet mannen tegen vrouwen. Hè? Het gaat hier over de helft van de bevolking. Dat is het probleem dat iedereen zou kunnen aangaan, denk ik. Wat zijn nog de belangrijkste punten die echt moeten aangepakt worden volgens u? Ik denk wat heel sterk leeft, zeker bij onze doelgroep die vrij jong is, is grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat leeft heel sterk. Ook bij een heel jonge doelgroep, omdat zij toch wel sterk het gevoel hebben dat hun bewegingsvrijheid daardoor zeer wordt beperkt. En omdat we altijd handelen achteraf. Hè. Dus als je zegt het is jouw probleem, jouw individueel probleem, dan zeg je eigenlijk als er jou iets overkomt, dan moet je maar naar de rechtbank stappen. Maar dat vind ik een zwaktebod. Hoezo kunnen wij als samenleving niet beter doen zodat meisjes veilig kunnen uitgaan? Dat vind ik echt bizar. Waarom denken we niet na over preventie, over cultuur, waarbinnen meisjes wel veilig kunnen uitgaan? Dat komt niet aan bod. Dus dat is geen individueel probleem. Ik vind dat we ons dat allemaal moeten aanpakken. Vindt u dat? Want dat gaat natuurlijk over iets heel anders. Ik vind veiligheid op straat een heel belangrijk thema. Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen zich veilig voelen op straat. Ik ben dan ook een voorstander van law and order, van daders die hard aangepakt worden, die zwaar gestraft worden. Maar dat is niet waar dat feminisme vandaag over gaat. Dat wordt verdronken in zo'n soort, in een verhaal van...
ja, er wordt vrouwen van alles wijsgemaakt en zolang u maar een slachtoffer bent, dan is dat goed. En ik merk dat ook in mijn eigen vriendinnenkringen, waar dat toch, ja, dat dringt daar wel tot door. Het idee dat je als vrouw zijnde in deze samenleving niet dezelfde kansen zou hebben als een man. Maar dat is natuurlijk complete onzin. En enfin, ik denk dat ik... De essentie van feminisme is keuzevrijheid en ook emancipatie. En de dynamiek die feminisme vandaag aanneemt, ja, heeft niks meer met emancipatie te maken. Mm-hmm. Maar alles met het klein houden van vrouwen, ja, daar geloof ik absoluut niet in. Ik ga eens even aftoetsen bij de andere vrouw aan tafel. Ja, maar ik zit meer aan de kant van Els. Ja. Mm-hmm. Waar worden we nou helemaal mee gefeliciteerd? Het enige wat Internationale Vrouwendag doet, is dat het de nadruk legt op het feit dat iedere andere dag blijkbaar... Internationale Mannendag is. Moeten we niet een keertje een debat voeren over wie de man is en wat zijn verantwoordelijkheden zijn? Maar dat gebeurt. En dat moet ook gebeuren. Meer misschien nog wel dan nadenken over wat vrouwen allemaal wel niet moeten en kunnen. Want die keuzevrijheid, die hebben we, ja. Maar dat is ook de essentie natuurlijk. Hè? Vrouwen moeten niks. Vrouwen mogen alles. Ja. En bij uw discours heb ik soms de indruk dat vrouwen van alles moeten. En vooral dingen die u dan goed vindt. Voelen ze zich al veilig genoeg om alles te doen in elke situatie, in elke sector bij manier van spreken? Maar als het gaat over veiligheid op straat bijvoorbeeld, of als het gaat over of dat vrouwen veilig kunnen uitgaan, ja, natuurlijk is dat belangrijk. Daar ben ik een groot voorstander van, dat we daar ook even, zoals ik net al gezegd heb, ja, ik ben een voorstander van law and order. Ik bedoel, dat zijn dingen die heel zwaar bestraft moeten worden. Als jij denkt dat je het in je hoofd kunt halen om een vrouw 's avonds op straat lastig te vallen, ja, dat kan gewoon niet, punt. Ja.